Vandaag moesten we een reportage maken over de begrafenis van de Queen in Londen. Er was veel volk aanwezig en ook wij waren erbij. Bartvelde. Gisteren, of als je deze reportage pas morgen bekijkt, eergisteren, vertrokken we met de Eurostar uit Brussel naar Londen. Op de trein zelf was het redelijk saai, maar toen we afstapten zagen we dat we op dezelfde trein zaten als koning Filip en koningin Mathilde. Koningin Mathilde zag er, voor een koningin te zijn, wel heel levend uit, alsof ze het er een beetje wou invrijven. Eens aangekomen te Londen hingen veel vlaggen half stok. Ja, nee, nu nog niet uitzoomen, hè. Nu hebben we dat beeld niet, ja. En nu passeert er een bus. Gewoon opnieuw direct. Veel vlaggen hingen half stok. Er was echt een drukte van je welste. Er was veel meer volk dan drie man en een paardenkop. Are you having fun, horse? Oké. Door al dat vele volk was het op sommige plaatsen echt drummen. Er waren veel belangrijke mensen aanwezig om een laatste eer aan de Queen te betonen. Een delegatie uit China, Carmen van FC de Kampioenen, meneer de burgemeester, Tony Hawk, Steven Spielberg, Lance Armstrong, Whoopi Goldberg ten tijde van de film Sister Act. Iedereen deed vriendelijk, behalve deze toeristen deden een beetje uit de hoogte. We zagen ook een legertje agenten. Deze soldaten waren hun rugzakken kwijt, vanwege dat ze ze te goed hadden gecamoufleerd. Hier, in Westminster Hall, lag de kist van de Queen, maar die konden we niet zien vanwege het dak. Om binnen te geraken moest je in de wachtrij staan, om te wachten. We probeerden naar het eind van de wachtrij te wandelen, maar zelfs dat duurde veel te lang. Zo lang aanschuiven is duidelijk iets voor mensen met te veel tijd. Hello, are you here to see the funeral? Das habe ich nicht verstanden. Tut mir leid. Ah, you don't speak English. Where are you from, maybe? We come from London Eye. Oh, I didn't know you could live there. De kerk deed ons een beetje denken aan de Notre Dame, maar dan zonder de uitslaande brand. 'S Avonds en 's nachts zaten al veel mensen te wachten voor de stoet van 's morgens. We vroegen aan deze mensen hoe het met hun is. It's really good. It's been sad. It's been sad, like, since her death. It has been very sad. But we couldn't wait to get back up here, like, so. Favorite football team? Liverpool. Same. Ook de Queen haar corgi deed zijn duit in het zakje. Hello, where are you from? Where do I look from? I like it. I don't know, Hogwarts? No. Aren't you that guy from Harry Potter? You're far away from home, buddy. Yeah, I know Harry Potter is fictional, but you are Ron Weasley, no? No. One of his twin brothers? No. McDoodlezak? No. Toen stonden we op een goede plaats om de stoet en zo van alles te filmen, maar onze batterij was bijna plat en we zagen dat er eigenlijk wel al genoeg filmploegen ter plaatse waren. Ziezo, dat was de reportage. Al bij al was de begrafenis een groot succes. Volgende keer zijn we er zeker terug bij.